stage voor je aan doen. Ja, hopen dat het lukt. De politie is je beste kameraad. Ik weet al waarom ze hier zijn. Vanwege die onderstokers met vuurwerk. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja dat zijn wij. Het is vandaag zaterdag 24 juli 2021. En het is nu 11:45. En ik ga nu even lekker lopen. En ik neem jullie gewoon weer gezellig mee. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, lekker weer is het vandaag. Het is niet zo heel warm. Het is gewoon lekker. En ja. Ik ga zo. Nou ja, niet zo. Ik ben onderweg. En naar het graf van mijn oma. Ik ga daar ook weer eens even langs. Ik heb een kaarsje mee. Dus ga ik ook even lekker branden voor haar. Mag ook wel. Want, en even weer even mijn conditie even op peil zien te brengen. Dus daar ben ik loop. Want ik had eigenlijk een fiets gereserveerd. Maar. Ik heb toch te doen besluiten om lekker met de benenwagen te gaan. Dus dan gaan we dat ook lekker doen. En ja, gewoon lekker buiten lopen. Misschien even af en toe even stoppen. En zo meteen de telefoon even in de vloghouder te knallen. Want nu heb ik hem in mijn hoesje. Mijn arm is een beetje, en ik heb een beetje last van mijn schouder. Maar dat maakt niet uit. Geeft niet, maar daarom heb ik ook wel mijn statief bij me. Dus daar gaan we zo meteen lekker gebruik van maken. Ja, nou, ik weet niet of jullie dit al een keertje hebben gezien. Maar dit is dus Noordwest ziekenhuisgroep. Ja, maar het heette vroeger altijd eerst het Gemini ziekenhuis. En dit was de GGZ, dit gebouw. En achter dit gebouw, dat en dat hoger, dat is, en dat is eigenlijk het ziekenhuis, het Gemini. Maar het heet dus nou anders, Noordwest Ziekenhuisgroep. Welkom hoofdingang. Oké. Okay. Dus, ja. Dus dat. En ga ik gebruik maken van een VOP? Nee. Nou, dit is dus het Timopark. Ja. Gaan we geen gebruik van maken. Nu, op dit moment. Nope. Wij gaan nu gewoon rechtdoor.
laarzen voor je aan doen. Ja, hoop ik dat het lukt. Niet echt weer in de... Zo, kaarsjes aan. Ja. Kaarsjes aan, nou moet ik. Zo, kijk eens. Kijk eens, lieve schat. Speciaal. Zoals jullie dus hebben kunnen zien, heb ik dus even een kaarsje bij mijn oma gebrand. En eventjes de kapotte spullen die niet meer konden, heb ik weggegooid. En dat geeft mij weer een voldoening dat ik dat heb gedaan. Want mijn oma, ja, dat was echt mijn alles. Maar ja, ik woon hier niet, want anders was ik er wel dagelijks geweest. En dat ik hier nog woonde, was ik hier ook dagelijks. Dus ik heb even bij de graf gezet. Ik heb even een soort met haar gepraat. Dus ja. Dus, maar nu ga ik even lekker naar de binnenstad toe lopen. Ja, toen was ik alweer bijna in de binnenstad. Bijna. Maar dit is wel de watertoer van Den Helder. Ja, de grote rondonde. En deze afschuwelijke gebouw, deze met al dat hout. Daar heeft eerst Hoegaar, dat ik hier nog woonde, heeft daar dus het postkantoor gezeten. Een hele lange tijd is dit bewoond geweest door iemand. En nou is het leeg en nou willen ze hier het gemeentehuis of zoiets van maken. Geen idee. Dus ja. Dus we gaan het meemaken wat hier gaat komen. Ik ben benieuwd. Ja, en anders moeten jullie en mijn moeder maar lekker gaan volgen. Ja. Ik ken mensen rijk van poen, die zijn arm met een miljoen. Die niet weten wat ze met hun gouden tientjes moeten doen. En ze zeuren aan mijn kop, ik heb geen rent, ik heb geen spot. Geef ik zo'n enig antwoord met dit boodschap, hoepelop. Dat is zo fijn, want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Het staat wel aardig, zomaar honiehouten huid. Maar als je boter op je hoofd, dan blijf er dan maar liever uit. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen, moet je maar kijken, wat er van komt. Lou Bendy, hè? Ja. Dat is Lou Bendy. Maar komt op YouTube. Ook komt het op YouTube. Corina met IE en de beestenbeheer. Corina en de beestenboer. Corina met IE. Ja. En de beestenboer. En de beesten, heb je ook beesten? Ja, thuis. Met een beestje in je buurt voel je je beter. Het is leuker met een beestje om je heen. Nee, het hoeft niet groot te zijn. Een marmot of een konijn. Met een beestje ben je nooit meer echt alleen, Corina. Met een beestje in je buurt voel je je beter. Net of je een beetje bent getrouwd. Nee, het geeft niet wat het is. Een hamster of een vis, alles kan zolang je van zo'n beestje houdt. Alles kan zolang je van zo'n beestje. Je weet de weg niet meer. De politie brengt je over en hij regelt het verkeer. Je beste kameraad, want hij weet altijd op alle dingen raad. Daarom groet je de politie als je hem tegenkomt op straat. De politie is je beste kameraad. Ik weet al waarom ze hier zijn. Vanwege die onruststokers met vuurwerk. Oh, daar, ik zie ze al aankomen lopen. De politie is je beste kameraad. De politie weet op alle dingen raad. Ik luister eens even, is je hondje weggelopen? Of ben je iets anders kwijt? De politie helpt je over en ruikt het altijd. De politie is je beste kameraad.
want hij weegt altijd op alle dingen raad. Daarom groet je de politie als je tegenkomt op straat. De politie is je beste kameraad. Oh, daar komen ze weer. Gezellig, samen de VOMAR in, ja? Dus is helemaal weer goed. Oeh, dat ziet er lekker uit hoor, man. Nou moet ik daar weer open, dat gaat weer niet zo. Zo, alsjeblieft. Nou, en dan kan het, juist, goed zo. Grote meid. Nee, je gaat nog niet naar binnen. Nee. Nee, 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 nee. Thank you.
Het is weer goed. Ja, en dochter en moeders hebben wel eens vaker wat oneenigheid. Maar dat is gelukkig weer gezellig uitgepraat onder een gebakje van een lekker bakje koffie. Met een lekkere warme appelstrudel. Ja, ik ben en ik heb een lekkere kassis gehad. Dus, helemaal weer top. Helemaal top, hè? Dus moeders en dochters zijn hier. Ik hou van me als moeder. Juist, precies. Dus dat is helemaal weer uitgesproken. Ik denk, dat laat ik jullie ook eventjes horen en mededelen. Zo is dat. Nog dank een keer. Mwah. Love you. Love you too. Ja, mensen. Ik ga jullie wel heel erg bedanken dat jullie hebben gekeken naar deze geweldige, leuke vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe en vergeet dan niet dat duimpje omhoog te doen. Vergeet dan ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zien jullie mij morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Tot dan!